Yes, mijn naam is Max, leuk dat je kijkt en welkom bij weer een nieuwe video. In de video van vandaag wil ik, zoals je aan de titel ziet, 5 fitnessfouten bespreken. Waarvan ik heel vaak zie dat ze gemaakt worden en waarvan ik er zelf ook een aantal in het verleden heb gemaakt. Dus in deze video wil ik ervoor zorgen dat jij die fouten niet gaat maken. Dus blijf vooral kijken, doe vast even een duimpje omhoog, abonneer je ook gelijk en dan gaan we beginnen. Okay, de eerste fout waarvan ik heel vaak zie dat die gemaakt wordt is het draaien van te veel volume. Ik zie heel vaak bijvoorbeeld in de sportschool dat mensen bijvoorbeeld borst gaan trainen en dat die dan 6 oefeningen voor borst gaan doen met dan 4 sets per oefening. Ik kan je vertellen, dat is veel te veel. Kijk, op het moment dat jij gaat trainen, bij elke set die je doet maak je spier eigenlijk kapot. En na de training, de dagen daarna, gaat je spier van die training herstellen. En dat herstel resulteert uiteindelijk in spiergroei. Maar als je te veel volume gaat draaien, heeft dat nadelig effect op je herstel. Dus ik zal het even uitleggen. Kijk. Dus hier zeg maar een lijn hè. Dit is een lijn van spiergroei zeg maar. Nou, op het moment dat jij gaat trainen, dan maak je die spier dus als het ware kapot. En daarna, dagen daarna ga je herstellen, kom je uiteindelijk iets boven die lijn uit. En dan krijg je hier spiergroei. Nou ja, dit is dan bijvoorbeeld 3 dagen later, dan pak je die spier weer en ga zo maar door. Maar wat er heel vaak gebeurt, als jij dus bijvoorbeeld je borst gaat trainen. Je gaat, weet ik veel, 6 oefeningen doen voor borst en je pakt 4 sets per oefening. Dan is dat veel te veel volume. Dus wat je dan gaat krijgen, ga je spier helemaal kapot maken. Die staan helemaal hier inmiddels, maar die gaat nooit meer op tijd herstellen om boven die lijn uit te komen. En ja, krijg je dus uiteindelijk geen spiergroei. En dat is wat ik heel vaak verkeerd zie gaan, ook in de sportschool. Soms dan kijk ik naar mensen en dan denk ik, ja, je bent bijvoorbeeld, weet ik veel, je biceps aan het trainen. Maar dit is al je 6e of 5e bicep oefening. Dat is veel te veel volume, gaat je lichaam nooit op tijd voor kunnen herstellen. En het ja, belemmert dus uiteindelijk alleen maar je spiergroei. Dus meer is niet altijd beter. De tweede fout die ik vaak zie dat gemaakt wordt, is het trainen met een te lage intensiteit. Wat bedoel ik met intensiteit? Niet zozeer dat het zweet op je voorhoofd moet staan, maar hoe dicht je tegen falen aan zit. Als jij bijvoorbeeld gaat bankdrukken en je doet 9 herhalingen, bij de 10e krijg je die stang niet meer van je borst af. Dus bij de 10e herhaling ben je gefaald. De eerste 5 herhalingen van die set gebeurt er qua spiergroei helemaal niks. Dat gebeurt pas bij de laatste paar herhalingen, omdat je dan pas in de buurt komt van spierfalen. Dus omdat je spier dan pas echt hard moet gaan werken, zeg maar. Maar wat ik heel vaak zie bij mensen is als ze bijvoorbeeld een set gaan doen met een gewicht, doen ze bijvoorbeeld 10 herhalingen mee. Waar ik dan zeker weet dat ze met datzelfde gewicht ook 15 of 16 herhalingen kunnen. Maar ja, 3 keer raden wat er dan gebeurt, niet zo heel veel. En dan om nog even terug te komen op dat vorige puntje van een te hoog volume. Ik hoor ook wel eens van mensen die dan gaan zeggen van ja, doe ik voor benen doe ik 8 oefeningen en dan 4 sets per oefening. Dan train je met een te lage intensiteit. Als ik benen ga trainen, doe ik 4 beenoefeningen. Na die 4 beenoefeningen, en dat zijn ook maar 3 sets per oefening, moet ik de traplening beetpakken als ik naar beneden loop, want anders pleur ik van de trap af. Snap je, zo hoog is die intensiteit dan. Maar als je 8 oefeningen kan doen, en met 4 sets per oefening, dan kan ik je nu al vertellen, dan is je intensiteit te laag. Dus in plaats daarvan, schroef het volume iets omlaag en je intensiteit iets omhoog. De derde fout die ik heel vaak voorbij zie komen is dat mensen geen vast trainingsschema hebben. Kijk, op het moment dat je spiergroei wil, is het hebben van prestatieverbetering essentieel. Dat heet ook wel progressive overload. En wat bedoel ik daar nou precies mee? Dat is dat je elke training net een beetje beter wil worden. Dus dat je bijvoorbeeld elke training net iets meer gewicht tilt dan de vorige keer. Of net 1 of 2 herhalingen meer doet. Gewoon wat ik zeg, elke training een beetje beter worden. Maar op het moment dat jij ja, elke training maar gaat doen waar je zin in hebt. En allemaal andere oefeningen gaat doen. Gaat het vrij lastig worden om ook daadwerkelijk sterker te worden in die bepaalde oefeningen. Als jij bijvoorbeeld als doel hebt van oké, ik wil sterker worden in bankdrukken. Gaat dat dan helpen om flies te gaan doen of chest dips te gaan doen? Ongetwijfeld een heel klein beetje, want je traint je borst. Alleen als jij goed wil worden in een bepaalde oefening, doe dan ook die bepaalde oefening. Dus in plaats van elke training waar je te doen waar je zin in hebt, maak gewoon een vast schema. Of in ieder geval waar 80% van je training uit vaste oefeningen voor bestaat. En probeer in die oefeningen gewoon zo goed mogelijk te worden. En hou dat dan ook gewoon consequent bij. En de vierde fout waarvan ik heel vaak zie dat die gemaakt wordt, en deze is best wel heftig, dat is dat mensen niet met voeding bezig zijn. Terwijl voeding is echt 80%. Maakt niet uit wat je doel ook is. Als jij aan wil komen in spiermassa, moet je eten in een calorieoverschot. Dus als jij totaal niet met voeding bezig bent, ja, dan weet je ook niet
hoeveel je binnenkrijgt, zeg maar. En dan vooral het aantal eiwitten. Ik bedoel, als je veel aan krachttraining doet, zoals ik net ook al had uitgelegd, maak je je spier kapot. En die spier groeit uiteindelijk in herstel. Maar om dat hele herstelproces goed te laten gaan, zijn voldoende eiwitten wel essentieel. Je wil sowieso dagelijks tussen de 1,8 en 2,2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht binnenkrijgen. Dus als jij je daar totaal niet van bewust bent, gaat dat een hele grote impact hebben op je resultaat in de sportschool. Hetzelfde voorbeeld is bijvoorbeeld met afvallen. De enige manier om af te vallen is door het hanteren van een calorietekort. Maar als jij, 120 kilo weegt, ga jij niet afvallen door te eten waar je zin in hebt. Want dat heeft uiteindelijk geleid tot die 120 kilo die je nu weegt. Snap je? Dus je moet op een gegeven moment in een calorietekort gaan zitten. Dus je moet met voeding bezig gaan zijn. Maar goed, dus een paar hele simpele basisdingen voor voeding. Als je wil afvallen moet je minder calorieën eten dagelijks dan dat je verbrandt. Wil je aankomen moet je meer calorieën eten dan dat je dagelijks verbrandt. En qua eiwitten, probeer tussen de 1,8 en 2,2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht binnen te krijgen. Ongeveer 25% van je totale calorieën op een dag besteed dat aan vet en vul de rest allemaal op met koolhydraten. En vooral met die vetten en die koolhydraten kan je er nog een beetje spelen wat je zelf prettig vindt. Maar vooral het aantal calorieën en de eiwitten zijn best wel belangrijk. En de vijfde en laatste fout is consistentie. Consistentie is het allerbelangrijkste. Als jij bijvoorbeeld traint om spiermassa aan te maken, het is een marathon, geen sprint. Je zal er echt heel veel tijd en jaren werk in moeten stoppen voordat je uiteindelijk je gewilde resultaat gaat behalen. Maar ik zie best wel vaak gewoon dat mensen dan een tijdje gaan trainen. En dit deed ik zelf vroeger ook hoor. Een tijdje gaan trainen en dan weer een paar weken niet. Dan weer 3 maanden wel, dan weer een paar weken niet. En dan klagen dat ze te weinig resultaat zien. Ja. Je moet wel gewoon consistent blijven trainen, met je voeding bezig blijven zijn, als je uiteindelijk resultaten wil zien. En het belangrijkste daarvoor is ook gewoon een stukje geduld. Kijk, je gaat niet in een maand tijd van 70 kilo naar Arnold Schwarzenegger. Dat gaat niet. Je gaat ook niet in een maand tijd van 120 kilo naar 80 kilo. Dat soort dingen hebben gewoon tijd nodig en consistentie. Dus stel gewoon een doel wat je wil behalen, neem daar gewoon de tijd voor en blijf gewoon uiteindelijk consistent. Dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vond je hem leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Elke woensdag en zondag om 4 uur staat op dit kanaal weer een video online. Dus abonneer je als je die niet wil missen. En verder, verder was dat eigenlijk. Laat ook even een reactie achter wat je van de video vond. En dan zie ik je in de volgende weer. Bye.